Welkom bij Eetzaken, de podcast van Smaakvol Noord-Holland. Vandaag is mijn gast Boyd Stevens, een van de eigenaren van Koffie van Horen. Boyd heeft samen met zijn partners niet alleen een plek gecreëerd waar koffieliefhebbers samenkomen, maar ook een merk dat synoniem staat voor kwaliteit en ambacht in de wereld van koffie in Noord-Holland. Tijdens het gesprek gaan we dieper in op het verhaal achter Koffie van Horen, Boyds persoonlijke reis in de koffieindustrie en natuurlijk genieten we van een heerlijk versgebakken pizza uit onze welvaren pizza oven. Welkom Boyd. Dankjewel. Leuk dat je mijn gast bent. Ja, zeker weten. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ah, graag gedaan. Mooie setting. Zo, ja, leuk hè? Ja, heel leuk. Ja, we zijn hier om enerzijds jouw favoriete pizza te maken. Wat heb jij voor ons meegebracht? Ik had een beetje een soort van combinatie meegenomen van alles waar ik de laatste tijd aan mijn pizza's aan moest denken. Ik bestel vaak een iets pizza caprese of iets met truffel, parmaham. Maar laatst had ik weer een kip, kaas, ham pizza. En ik had natuurlijk hier in Alkmaar een tijdje geleden had ik een pizza. En dat was met gorgonzola en die was een beetje pittig. Er zat ook wat andere pittige salami op. Dat was ook bij... Dus ik moest aan pizza's... Ja, het was bij Tubbs. Bij Tubbs? Ja, zeker. Dat deeg, dat gebruiken we inderdaad nu ook. Exact. Ja. Dus, ik was zo blij verrast met hoe die pizza smaakte. En, goed, hè? Nou ja, het was een beetje dus een combinatie van de afgelopen tijden dat ik pizza had besteld. Ik dacht... Leuk. Neem van alles wat mee en dat kan er vaak allemaal wel op. En gaat dat door elkaar? Of gaat dat we ieder zijn plekje op... Wat mij part kan het er allemaal te gaan, toch? Waar beginnen we mee? Ik zou zeggen... Altijd eventjes met de tomatensaus. Lekker. En is dat dan nog een speciale tomatensaus? Heb je dat van recept? Of? Nee, ik ben geen chefkok natuurlijk. Dus ik probeer wel veel. Pak hem maar naar je toe. Ja, weet je zo. Ik probeer thuis wel veel te koken natuurlijk, maar ik ben geen chefkok dat ik met tomatensaus voor een pizza of iets. Leuk. Nou, je doet het wel net alsof je het dagelijks doet. Wel afgekeken. Hartstikke goed. En wat gaan we er dan... Gebruikelijk is natuurlijk altijd wel een kaasje erop. Ja. Ja. Kan gebeuren. En dan... En dit is volgens mij altijd de basis voor bijna wel elke pizza. Dat, de bodem... De tomatensaus en... Zo is het. En hebben we hier de... Want je bent gek op gorgonzola. Nou ja, ik was wel verrast dat de laatste keer dat ik gorgonzola op zat, dat ik het zo lekker vond. Dus ik hou wel van een kaasplankje. Ja, heerlijk. Ja, ik ben gek op gorgonzola. Dus dat, En het maakt hem ook een beetje pittig natuurlijk. Dus, In deze combinatie is dat misschien wel een mooie verrassing. En wat heb je eigenlijk met koken? Heb je er wat mee? Want je zegt, je bent geen keuken. Ik hou er wel van. Ik vind het wel even een momentje van rust. Ja. Gewoon lekker thuiskomen, lekker koken, lekker in de keuken. Mm-hmm. Maar ja, daar kom ik ook niet heel vaak aan toe natuurlijk. Dus gelukkig heb ik een vriendin die dat ook heel goed kan. Ja, dat is wel fijn je dat op die manier kunt verdelen. Ja, absoluut. En vervolgens... Het eten is uiteraard hetgene wat ik heb. Ja, tuurlijk. En wat hebben we hier? Kippendijen, dacht ik, die neem ik even mee. Ja, maar mooi heb je ze ergens in gebakken, denk ik? Ze zijn gemarineerd in ketchup met allerlei extra kruiden nog eraan toegevoegd. Dus mijn vriendin maakt hier vaak nog wel een lekkere salade van. Ja. Ja, kippendijen. Heerlijk. Helemaal goed, ja. Dus kippendijen, je hebt gewoon echt alles wat je lekker vindt, neem gewoon mee. Ja, ik moet over elke... ik kom niet aan met een pizza margarita. Zal ik alles erop doen gaan? Wat jij wil. Dus ik denk dat er nog wel plek is op de pizza. Voilà. Leuk man. Oké, nou ja, de kippendijen gehad en... Ja. Dan even met een mesje misschien een stukjes gorgonzola.
En dat doe je dan gewoon in blokjes, denk ik, of in stukjes? Ja, we kunnen het in blokjes of in stukjes doen. Je houdt er dus wel heel erg van, dus dan kunnen we best wel wat veel gebruiken. Gorgonzola is altijd goed. Maar het moet niet te overheersend zijn, want het is natuurlijk al best wel aanwezig. En ik wil ook nog je kippendij. Dat kunnen we. Leuk, man. Even kijken naar de pizza oven. Die gaat heel erg hard. Dus we zitten op 450 graden. Dus die is mooi op temperatuur. Nou kijk, ik denk dat we zo een beetje moeten hebben. Leuk. Voilà. Nou, dan gaan we hem in ieder geval... En nog een beetje wat olijfjes om het af te maken, uiteraard. Oh, je wil... Ja, oh, we zijn nog helemaal niet klaar, joh. We zijn nog helemaal niet klaar. Nou, je zegt... Oh, er zit een pit in. Ja, er zit wel een pit in. Ja. Dus, Maar sorry, wat zei je dat... Nou, ik ben benieuwd, hoe ben je eigenlijk in die koffiewereld terechtgekomen? Want ik heb natuurlijk een stukje onderzoek gedaan. Ik ken je een beetje, maar zover dat ik... We hebben elkaar vaak genoeg in de zaak gezien, inderdaad. Ja, maar ik zag ook bij het onderzoek dat je gevoetbald hebt en voetbalt. Zeker, ja. Dus hoezo... Nu in de koffie? Hoezo koffie? Nou ja, eigenlijk is het allemaal een beetje... niet zozeer een uit de hand gelopen hobby natuurlijk. Ja. Maar als van jongs af aan heb ik altijd gevoetbald. Mm-hmm. En dat ging altijd best wel goed. Dus ik heb in de jeugd gezeten bij Volendam. Ja. Zelfs tot aan het eerste aan. Kijk. En ja, tijdens studie en tijdens... trainingen en tijdens je leven, dan kom je natuurlijk wel eens wat... pizza's... Met mensen in aanraking, ja. Klaar. Kom met veel mensen in aanraking. En koffie was altijd wel een beetje interesse. Dat was gewoon van, op een gegeven moment ga je koffie drinken. Mm-hmm. Dan ben je ermee bezig. En vanuit niets ontstaat er dan een beetje interesse. Kijk je van, hoe zit dat nou daadwerkelijk? En dan kom je erachter dat er zoveel meer achter zit. Ja. Dus zo is eigenlijk de interesse voor koffie is gaan lopen. Leuk. Ja. We gaan even die pizza en een kleurtje geven. Kijk eens. Zo. Dus die gaan we nu even een minuutje bakken op 400 graden. Ja, dus koffie, daar ben je in aanraking mee gekomen, maar kwam je daar in aanraking mee omdat je op je werk koffie ging drinken of werd je geïntroduceerd door vrienden? Nee, ik was al wel vrij vroeg. Ik was zeker al wel, ik denk 15, 16 jaar. En ik vond het gewoon leuk, ik zag al die potjes en ik zag iedereen met koffie bezig. Dus, maar waar zag je iedereen met koffie bezig? Nou, gewoon bijvoorbeeld op tv, je ziet reclames, thuis ga je koffie zetten voor iemand. Ja, er komen vrienden van ouders komen langs, die gaan koffie drinken. Op een gegeven moment ga je zelf natuurlijk koffie drinken. Mm-hmm. In het begin dan met cappuccino bijvoorbeeld. En op die manier is dat eigenlijk gaan lopen. Dan ben je koffie aan het zetten, dan ga je kijken van wat voor verschillende methodes heb je. Ja. Wat verschillende bonen, verschillende merken. En zo... Ja, ben je daar zoveel mee bezig, dat het een soort van uit de hand gelopen hobby wordt thuis. En hoe komt het dan, is het moment daar dat je mede-eigenaar gaat doen? Nou ja, daar zit natuurlijk heel veel jaren nog tussen. Ik heb daarnaast bijbaantjes gehad bij koffiebarretjes. Ja. Ik ga in de tussentijd even kijken weer hoe het met de pizza gaat. Gaat wel rap, hè? Ja. Nee, dus ik ben daarna tijdens mijn studie heb ik natuurlijk bijbaantjes gehad. Ja. In een koffiebar, maar ook ergens anders. En ik heb naast mijn voetbal, toen ik dat fulltime heb gedaan, heb ik nog steeds gewoon heel veel interesses gehad in koffie. Mm-hmm. Maar nooit iets echt meegedaan. Gewoon, dat was altijd gewoon een beetje hobby. Mm-hmm. Maar ja, iedereen kwam wel bij mij koffie drinken. En dan krijg je een beetje de naam van, oh, we boyten een koffie. Okay. Zo is dat gaan lopen. En na
mijn werk, nadat ik mijn opleiding heb afgerond, was ik op een gegeven moment naar mijn broer toe. Die voetbalde toen bij Go Ahead Eagles. Dus ik was met een vriend richting Deventer. Ja. En die zei tegen mij van, eigenlijk moet je eens met hem gaan praten, want hij is ook in de koffie. Okay. En dat is dus mijn compagnon Leon. Eerste contact gelegd met hem. Eerste contact was op dat moment gelegd. Ja, ja. Maar hij zat in een hele andere branche van de koffie. Hij zat in de import en export van ongebrande specialty koffie. Juist. Dus dat is ook wel weer heel interessant. Zo zijn de gesprekken gelopen. Hij had op dat moment ook al heel veel plannen dat hij ook iets met een koffiebranderij wilde gaan doen. Okay. Of noem het allemaal maar op. Nou, oeh, kijk eens. Inderdaad wel snel, ja. Zo, ja. Ziet eruit? Ziet er goed uit. Heerlijk. Dat ruikt ook goed. Zo. Kijk eens. Nou. Ja. Oké, okay, specialty koffie, dat is... Dus zo was een beetje het eerste contact gelegd. Daar is daarna uiteindelijk nog wel wat maanden en een jaar overheen gegaan. Ja, precies. Iemand die bij Leon werkte, dat is Wouter. Dus dat is de derde vernoot binnen Koffie van Horen. En die werkte? Die werkte bij Grinkhoff, het importbedrijf. Ja? Ja, en op een gegeven moment kwamen met z'n drieën in een gesprek. En er waren al natuurlijk heel veel plannen. En iedereen maakt doorgaans heel veel plannen in zijn achterhoofd. Maar met z'n drieën hadden we echt wel het idee van, we starten een koffiemerk. Of een koffiebranderij. Of ja, hoe je het een naampje wil geven. Eigenlijk kwam het erop neer dat we en een koffiemerk wilden gaan starten. Maar ook juist zelf de koffie wilden gaan branden. Mm-hmm. Maar ook fysiek echt een winkel wilde hebben. Ja, okay. En niet alleen dan een winkel, maar dus ook een beleving, schenkerij. Dus een beleving. Een beleving werd het uiteindelijk. Juist, dus, dus dat was echt de eerste naam die ook wel een beetje bij ons op tafel kwam liggen van een koffiebeleving. Ja, ja, ja. Nou ja, we hebben nu een pizzabeleving. Nu hebben we een pizzabeleving. Er zit geen koffie op? Nee. Over. Ik zou zeggen, snij hem lekker aan. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Leuk. Nou, we hebben nog geen zelfde pizza gehad wel, bij onze veel gasten. Andere variaties. Alles hebben we de revue zien passeren. Dat is wel heel leuk. Ja. Zo. Leuk. Ja, dan gaan we natuurlijk even proeven. Ja. Kijk, het is mooi stevig. Keurig deeg. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Heb je hem al een keer eerder zo gehad? Nee. Daarom. Ik dacht nu van, ik doe alles erop. En, hoe vind je hem? Ja, best lekker. Hij is wel lekker. Ja. Grappig. Ook heet. Erg goed. Lekker. Leuk, man. Hey. Ja, voor herhaling vatbaar. Zeker weten. Nou, als je straks een mooie pizza oven in je tuin hebt staan. Dan, signature koffie van Horen slice erbij. Leuk, man. Hey, je, drie compagnons. Of jij en twee compagnons, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Leren kennen in de voetballerij. Ja. Go Ahead Eagles. Die jongens, de ene voetbalde daar. Nou, nee. Ik ging dus naar een wedstrijd toe van mijn broer. Ja? En ik zat met een andere vriend in de auto. Oh, en die zei toen een keer van, moet je met hem eens een keer in contact komen. Hij zit ook in de koffie. Nou ja, en zo heb je dan een bekende. Want Leon was altijd de man van mijn basisschoollerares. Okay. En Wouter, die zat ook altijd in het voetbalteam met mijn broer. Vroeger, allemaal uit Horen ook. Dus allemaal uit Horen. Oh, okay. Allemaal vanuit Alves Voorwaard, onze voetbalclub. Ja, ja, zeg maar, ja. Waar ik nu weer opnieuw voetbal.
Ja, dus we konden elkaar allemaal al via, maar we wisten nooit van elkaar dat we heel veel met koffie hadden. En zo hebben we met z'n drieën Koffie van Oren bedacht. Grappig, hè? En een koffiebeleving gecreëerd. En daarbij, zeg maar, beleving voor iedereen van wat is nou echt daadwerkelijk koffie en hoe kunnen we dat handen en voeten gaan geven. Ja, daar komt zeker wel wat bij kijken. Dus dat we het met z'n drieën hebben gedaan, dat is wel een hele goeie geweest. Wat is de memorabel moment? Memorabel opzetten moment. Van Koffie van Horen of een klantervaring? Nou ja, eigenlijk dat er komt zoveel bij kijken. We hebben natuurlijk een schenkerij, we hebben een branderij. We leveren zakelijk de koffie. Maar we kopen het dus ook weer in. Je hebt alles, je hebt een webshop. Dus je hebt zoveel elementen binnen Koffie van Horen. Nou, als je zegt van twee compagnons en jij, wat je allemaal opnoemt, webshop, zakelijk leveren, horeca leveren jullie ook. Met hoeveel man, vrouw doen jullie dat? Daarnaast hebben we in de branderij schenkerij nog acht werknemers. Ja. Die ook zich bezighouden met de webshop. Die verwerken ook de webshop orders. Ja, zeker. Er komen wel wat webshop orders per dag binnen. Dus die worden vanuit de branderij worden ze gewoon gebrand, ingepakt. Ja. Maar ook ingepakt voor het display, voor in de schenkerij om te verkopen. Ja, en we hebben natuurlijk gewoon dagelijks gasten. En die moeten ook geserveerd worden worden. En een beleving meekrijgen, zeg maar. Dus, en dat gebeurt allemaal in Horen, een oud pand. Zeker. Met geschiedenis. Met heel veel geschiedenis. Ja. Horen is natuurlijk een VOC-stad. Of natuurlijk, het is een VOC-stad. Prachtige oude gebouwen. Jullie zitten in één van die gebouwen. Ja, dus we zitten in de Kerkstraat. Tussen de Rooisteen en het Kerkplein in. En in coronatijd is de hele Kerkstraat en het Kerkplein helemaal opgetuned. Ja. Dus dat is, nu echt een fantastische A-locatie geworden. Ja. Want jullie hebben, in mijn optiek, best een vliegende start gemaakt. Ja. Van 0 naar 100 binnen zoveel seconden, als ik dat zo mag uitdrukken. Waar denk je dat dat aan gelegen heeft? Ik denk dat het sterkste startpunt bij ons is echt wel is geweest, omdat wij echt drie Horinezen zijn, die echt alle drie ook in de binnenstad zijn opgegroeid. Dus ja, daar zitten al onze kennissen, daar zitten al onze vrienden. Dus de vrienden en de kennissen, dat is eigenlijk jullie basis dat geweest? Dat is natuurlijk altijd het eerste waar jij contacten mee legt. Dus een groot netwerk? Zeker een groot netwerk. Ja, dat heeft echt wel voor een hele goede start gezorgd. Ja. En in de schenkerij. En hoe onderscheidt Koffie van Horen zich ten opzichte van andere leveranciers? Want de markt is best wel... Ja, grillig. Eens. Dat was natuurlijk ook het punt waarom we Koffie van Horen zijn opgestart. Van we willen heel transparant zijn in de hele keten. Dus van koffieplantage tot kopje koffie. En wat daar allemaal tussen zit. En van koffieplantage, de verwerkingen. Mm-hmm. Dat gebeurt natuurlijk niet in Nederland. Hè? Alleen rond de Evenaar, de koffiegordel. Mm-hmm. Dat is waar de koffie kan groeien. Yeah. Dus dat is fase 1. Nou ja, daarna heb je natuurlijk het transport, opslag. Komt het bij een brander terecht? Wat doet de brander ermee? Mm-hmm. Die gaat samples branden. Die gaat nog meer testen, proeven. En die gaat er uiteindelijk voor zorgen dat de koffie het best tot zijn recht komt. Mm-hmm. Na het branden. Ja. Nou ja, daarna dan zet je die koffie nog. Dus dat komt in de machines terecht. En daar maak je uiteindelijk je kopje koffie van. Yeah. Dus, en dat hele proces... Laat jullie zien? Het hele proces laten wij zien, ja. En dat is dus de hele beleving die wij dus willen meegeven. En daarin vinden wij dat we ons wel op een andere manier neerzetten dan de rest. Dat is jullie onderscheidende factor. Ja, het is ook gewoon tastbaar. Ik bedoel, jullie zijn ook bij ons langs geweest. Ja. En de brander die staat midden in de winkel. Dat is natuurlijk ook echt uniek. Daar hebben wij heel veel samenwerking in het begin heel coöperatief van de gemeente geweest, hoe we dat... Of dat überhaupt mocht op die locatie. Absoluut, met de vergunningen en met alles erop en eraan. Dus dat die branden daar staan, dat maakt het natuurlijk uniek. En dat is misschien ook wel een beetje ons concept. Mm-hmm. Want hoeveel mensen hebben nou koffie echt daadwerkelijk zien branden? Dat meestal gebeurt dat in grote loodsen is het helemaal afgesloten. Ja. En krijg je alleen je koffiezakje thuis gestuurd. Mm-hmm. Maar om daadwerkelijk echt van
groen koffieboontje tot gebrande koffieboon te zien, dat is wel... Ja, en in jullie, ja, dat is zeker interessant. En in deze tijd willen steeds meer consumenten ook weten waar hun eten en drinken vandaan komt. En eens. Nog leuker is om te zien hoe het gemaakt wordt. Ja. Ja. Als je, je bent vliegende start, zei ik net al. Welke cruciale stappen zou jij andere ondernemers kunnen aanraden om over na te denken of te nemen? Heb je daar een goed beeld van? Waar je denkt van, oeh, dat zou ik wel willen lastig, aanraden. Lastig om iemand anders daarin te adviseren. Ik denk, ik ben wel van mening dat ieder zijn eigen instelling heeft en zijn eigen stappen maakt. Dus tuurlijk. Het is maar net op het moment dat er iets voordoet, dat het voor jou goed voelt. Zeg ja, maar ik... Een voorbeeld, je zegt net van ja, onze vliegende start, wat is daar de reden van geweest? Ongeveer, dat is jullie grote netwerk. Jullie zijn met z'n drieën, dus je neemt drie keer zoveel mensen mee. Ja. Als dat dus niet gebeurd was, als je niet zo'n groot netwerk had, wat was dan, hoe snel was het dan gegroeid? Was het dan minder snel gegroeid? Ja. Dus wellicht is een goed netwerk... Een goed netwerk, dat is altijd wel... En als dat, je dan, werkt dat wel mee. Ja, ja, want als je nou geen drie compagnons hebt, maar je bent met een eenpitter bijvoorbeeld. Ja. Zou jij wat kunnen aanraden daarin? Heb je een idee daarover? Ja, nou ja, ik denk dat je er altijd heel kritisch naar je eigen concept en naar je eigen product moet kijken. Van klopt het wel daadwerkelijk? Hè, je komt wel, je kan... In 0,2 seconden, bij wijze van spreken, kan je zien of iets klopt. Ja. En ik denk wel dat het voor jezelf goed is om continu naar je eigen product, naar je eigen zaak, naar je eigen mensen, continu te kijken van, hey, klopt het nog wel? Ja. En, ja, precies. Want kun jij iets opnoemen in het opstarten van jullie Koffie van Horen zaak met z'n drieën? Een bepaalde fout die je hebt gemaakt, of jullie hebben gemaakt, waar je denkt van, oeh, dat is ook een dingetje. Ja, fout, nee, zeker niet. Nee. Nee, ik denk dat je toch altijd wel dat moment hebt over een soort van verbeterpunt. Zo kijk je daar altijd naar. Zo wil je dat ook zien. Je bent ook aan het werk en tuurlijk is hard werken ook wel gewoon in het begin. Hè? Je bent gewoon 6-7 dagen per week ben je continu bezig. Ja. Dus, maar heb je een verbeterpunt waar je nu zou zeggen van oké, dit hadden wij... Ah, er komt zo niet in mij op van iets van, oh, dat is me echt wel bijgebleven. Nee. Nee. Iets met de website, was alles goed? Met de nee, social... ja, dat hebben we ook gewoon wel al twee keer gewoon, twee keer veranderd. Dus wat dat betreft... Je website. Moet je ook niet ergens, als er iets niet heel lekker loopt, moet je er ook niet lang in blijven hangen. Maar, maar moet je het wel schakelen. Gewoon meteen gaan schakelen en verbeteren. En was de website zoiets? Wat je, nou, op, dat, geef dat, je dat aan? Ja, dat hebben we op een gegeven moment wel weer gewoon gemoderniseerd natuurlijk. En daar moet je wel stappen voor ondernemen. Ja, maar jullie zijn wel gelijk begonnen met een webshop. Ja, we zijn direct begonnen met een webshop. Ja. En als ik nu zo eventjes terugdenk... het sterke van ons is natuurlijk ook, kijk, we zijn pas bijna 5 jaar operatief. Nog vrij jong. Dus we zijn jong. Wat het voordeel is van, omdat we zo vrij jong zijn, is omdat we natuurlijk ook wel heel flexibel zijn. Ja. We hebben nog niet een soort van basis van 10 jaar liggen. Nee. Dus ik denk dat het moeilijker is als je een basis van 10 jaar hebt liggen, dat je je daarna heel makkelijk kan aanpassen. Kijk, wij hebben nog niet alles meegemaakt, denk ik. Dus wij zijn daar wel heel flexibel in. En dat hebben we ook gemerkt tijdens corona. Ja. Dat we eigenlijk de eerste dag, hè, toen moesten we op een zondag moesten we sluiten. De dinsdag waren we direct weer open. Kon je bij ons gewoon je koffiezakken kopen. Kon je bij ons koffie takeaway meenemen. Gelijk schakelen. Exact, ja. En op een gegeven moment heeft dat zijn vruchten wel... Leuk. En je zegt net webshop... Ja. Welke digitale platformen gebruiken jullie verder nog meer? Ja, om, Instagram, Facebook, LinkedIn, uiteraard alles mogelijk is. Bedenken jullie daar een vast social media systeem in? Van hebben we in het begin zeker gedaan. Ja. En nu niet meer? Nou, nu is het meer van, we weten wat we moeten plaatsen. We weten een beetje waar onze volgers of onze gasten allemaal... door geïnspireerd raken of wat ze bij ons willen zien. Ja. En wil je daar iets
een belangrijke boodschap, een belangrijke koffieboodschap geven aan... Ja, je wilt ze blij maken met de koffie die we hebben. Of je wilt ze een nieuwsupdate geven van de koffies die we nu hebben. Je wilt ze beleving meegeven van de zaak, van de brander. Gewoon de dingen die je bij ons ziet en nergens anders eigenlijk vaker ziet, laat ik zo zeggen. Precies. Hey, en dat netwerk wat jullie eigenlijk met z'n drieën meegebracht hebben. In hoeverre doen jullie daar zakelijke transacties mee? Is dat ook absoluut vanuit je netwerk? Ja. Want je zegt je voetballerij. Nou, daar zit vaak ook wel ondernemers die ook geld hebben. Grotere bedrijven meestal wel. Ja, je komt gaandeweg kom je gewoon heel veel mensen tegen. Dus in je hele netwerk verbaast het je ook wel eens hoeveel mensen je daadwerkelijk echt kent. Ja. Die dus ook denkt van, hey, leuk. En hoe ga je dan zo'n contact aan? Hey, ik ben Koffie van Horen. Nee. Nou, in principe is dat mijn compagnon die daar echt verantwoordelijk voor is. Kan je daar een inkijkje geven? Ja, want ik ben er zelf ook vaak bij en ik doe dat natuurlijk zelf ook. Ik bedoel, ja, je gaat wel eens gewoon spontaan een gesprek aan met iemand en bent geïnspireerd of geïnteresseerd in wat iemand anders doet. Ja. Dan heb je wel eens een mooi gesprek met iemand. En dan kan het er wel eens van komen van wat voor koffie hebben jullie op kantoor, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dat is... En dan zeggen ze, wij gebruiken... Bravilor of iets. Noem het maar op. En dan kunnen ze wel eens kijken van, oh ja, Koffie van Horen. Ja. Misschien kunnen jullie wat van ons doen. Ja. Zo komt het vaak wel een beetje te sprake. En als dat gaandeweg goede kwaliteit biedt, hè, want daar hameren we op, goede service, goede kwaliteit. Ja. Als dat uiteindelijk klopt, ja, dan komen ze bij jezelf weer terecht. Ik zag op jullie social media een leuk filmpje voorbij komen met een koffie, of wat is het, een driewielertje? Ja, ja. Met een koffiemachine. Ja, precies. Onze koffiekar. Hoe is dat tot stand gekomen, dat idee? Nou, we deden ook evenementen. Dus je krijgt van bedrijven, bijvoorbeeld, die onze koffie al schenken. 50-jarig bestaan, noem het dan maar op. En die willen dat vieren. Dus die vragen ook naar de mogelijkheden van, kunnen jullie met Koffie van Horen bij onze locatie de koffie verzorgen met... Ja, dat noemen ze dan barista-machine, gewoon espresso-machine. Ja. Met daadwerkelijk dat je echt gewoon lattes en cappuccino's met mooie vormpjes. Gewoon alles erop en eraan wat je in de zaak hebt, dat je dat ook bij iemand op locatie kan aanbieden. Ja. Dus het speelde bij ons al vaker in gedachten van, ja, dan heb je eigenlijk zo'n karretje. Hè, en die kan je helemaal ombouwen tot koffiekar. Ja. En dan rij je zo naar een evenement toe. Gisteren reed ik toevallig dan bij ons om de hoek even naar Huttendorp. Okay. Rijk met het karretje naartoe, die klap je aan, of klap je helemaal uit, stekkertjes erin, je hebt je koffie mee, je hebt je andere benodigdheden mee en je kan daar koffie gaan schenken. Mm-hmm. En wat is jouw verhaal daar dan achter? Welke boodschap heb jij dan? Met de evenementen? Ja, vanuit Koffie van Horen? Nou ja, koffie op locatie. Ja. Dus gewoon de koffiebeleving vanuit het oude centrum van Horen, vanuit ons mooie pand. Dan op locatie. Ja. En de kwaliteitskoffie. Ja, natuurlijk. Leuk. Wordt wel leuk op gereageerd, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja, zoals gisteren ook. Dat is fantastisch. Huttendorp. 1200 bezoekers waren erbij. Ik denk iets van 300 ouders ondertussen. En die komen allemaal om eventjes bij het werk van hun kinderen te kijken. En die willen daarna ze hun koffietje. Dus leuk. Zullen wij nog een stukje pizza nemen? Ja, natuurlijk. Dat, Ik had mijn stukje nog niet eens op. Ik heb veel contacten met ondernemers. Een en ander onderzoek gedaan onder ondernemers. Ten tijde dat we Smaak van Noord-Holland zijn gaan opzetten natuurlijk ook. Waarom doen we het? In die gesprekken kwamen best wel veel vraagstukken naar voren ook. En vooral ook financieel. Hoe gaat dat financieel? Heb jij tips over hoe je een bedrijf vanaf het begin goed financieel op de rit gaat krijgen? Werken jullie met software, bepaalde software? Of? Ja, ik heb altijd wel ook zelf in die software gezeten. Okay. Dus ik weet zelf ook wel veel van boekhouden, et cetera, af. Juist. Dus ik denk dat als jij redelijk financieel onderlegd bent, dat het wel meewerkt, zeg maar. Ja. Maar
daarnaast, je kan daar nog zo goed in zijn. Het is niet zozeer dat je, denk ik, een tip aan iemand echt kan geven. Je moet altijd op de hoogte zijn van je inkomsten en je uitgaven. Mm-hmm. Hè, en je moet altijd wel per kwartaal, per half jaar een goed gesprek hebben met je accountant. Mm-hmm. Dat lijkt me echt redelijk belangrijk. Ja. Redelijk belangrijk, ja. Maar een tip geven. Het is ook maar net een beetje van je eigen overtuiging. Als jij echt heel veel vertrouwen hebt in jouw concept, mm-hmm. dan kan het zomaar 3, 4, 5, 6, 7 jaar duren voordat het uiteindelijk echt een succes is. Ja. Ook al is het te vroeg een succes, dat kan natuurlijk ook mm-hmm. verkeerd aflopen. Ja. Dus een echte tip, nee. Ik denk dat je met beide benen op de grond moet blijven staan. En dat is natuurlijk ook wel een beetje bij ons, Horen, West-Friesland. We zijn redelijk nuchter volk. Dat krijgen veel te horen mm-hmm. ook. Maar bij ons is die geloofsovertuiging er ook wel. Van, laten we eerst deze stap maken en dan maken we weer de volgende stap. En zo maken we weer de volgende sprong. Ja. En zo gaan wij wel met onze plannen om. Ja. 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 Dus wat als het financieel betreft, toch wel weten waar je over praat. Eens, en, ja. want ik vind, een financiële tool is één. Ja. Maar de tool die moet ingevuld worden door jou als mens. Jij als ondernemer moet dat invullen. Dus als je het niet goed doet, komt er ook iets verkeerds uit. Dus je Zeker. Moet natuurlijk wel weten waar je over hebt. Dus belangrijke mensen die weten waar ze over praten, weten over financiën, betrek die je erbij. Ja, en ik zou ook altijd wel zeggen van doe waar je in ieder geval goed in bent. Hè? Ja. Sommigen die denken dat je echt wel een boekhouder moet worden om een bedrijf te runnen. Maar als het je niet ligt, besteed het uit. Ja. Is dat een goede tip voor ondernemers? Nou ja, zeker. Ik bedoel, je start niet voor niets iets. Nee. Dus je hebt een bepaalde interesse, je hebt een bepaalde passie. Mm-hmm. En ga daar ook gewoon 100% voor. Ja, maar is het hebben van een belangrijk plan, een businessplan, ook noodzakelijk volgens Zeker. Jou? Zeker, ja, tuurlijk. Ja? Ja. Want daar hoor je ook best wel vaak, businessplan heb ik niet nodig. Of het moet op een A4'tje staan. Heb je een duidelijk advies voor startende ondernemers die willen beginnen? Nou, jij vroeg inderdaad over een businessplan. Ik denk niet dat je zozeer een uitmuntend businessplan hoeft te schrijven, maar het gaat er uiteindelijk om dat met jouw idee, mm-hmm. Dat je dat gaat uitwerken. Dus dat je over alle facetten die erbij komen kijken, dat je daar heel goed over gaat nadenken. Ja. En dat je dat onder de loep legt en dat je dat bespreekt met anderen en dat je daarin kijkt van, dat je daarin ook wel, ik denk dat tegenwoordig ook wel, niet zozeer een hype, maar dat het wat meer kan, dat je heel transparant bent in het ondernemen. Ik vind dat altijd een moeilijk woord, transparant. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat je gewoon ook een beetje een inkijk geeft. Voorheen denk ik dat personeel nooit omzetcijfers mocht weten. Ja. Wij hebben echt wel dat we ook af en toe dagen een plan maken van, jongens, deze omzet moet gehaald worden. Wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat ga jij doen? Dat is wat ik versta onder transparant. Yes. Hè? Dat je een inkijkje geeft in dus je betrekt je personeel zaken. In het ondernemen. Waar staan we? Waar willen we naartoe? Absoluut. Leuk. En ik denk dat je dat ook met je vrienden en met je kennissen ook wel kan doen. Mm-hmm. Hè? Maar het is ook maar net zozeer wat je zelf wil. Hè? En waar je zelf wel inzage in wil mm-hmm. geven natuurlijk. En hoe belangrijk is flexibiliteit voor jou als ondernemer? Ja, dat is momenteel wel een van de belangrijkste dingen. Ja, zeker als je met meer personeel werkt natuurlijk. En bij ons in de zaak heb je echt wel bepaalde bezetting nodig. Dus als er iemand ziek is, dan moet je wel zorgen dat of iemand anders kan werken of zelf weer kan werken. Of, daar moet je wel heel flexibel zijn in hoe en alles dagelijks te regelen. En hoe zit het met jouw personeel, werknemers? Goed. De basis is er? De basis is hartstikke goed. Iedereen is hartstikke enthousiast. Dus wat dat betreft hebben wij niks te klagen. En hoe zorg je dan voor die enthousiasme? Nou ja, misschien inderdaad door deze verantwoordelijkheden met ze te delen. Ook aan ze te geven. Mm-hmm. En te zorgen dat ze heel geenthousiasmeerd blijven van het product en van de dingetjes. En je werkt natuurlijk wel met heel veel mensen, je werkt met gasten. Ja. En dat zorgt altijd voor heel veel energie. Ik denk dat je wel, als jij
zoveel complimenten krijgt, dat dat je wel wat goeds doet. Mm-hmm. Dus dat je er ook weer extra energie van krijgt om het weer te blijven doen, zeg maar. Ja. Want bij jullie in de zaak heb je verschillende taarten. Die worden vers gebakken. Ja. Doen jullie dat allemaal zelf? Ja, dat doen we nu bijna allemaal zelf. Echt 80% doen we helemaal zelf. Oké. En dat is ook ontstaan omdat in de periode dat, dat we wat minder te doen hadden. Hè, wegens corona was het wat rustiger. Toen hebben de meiden dat eigenlijk zelf een beetje aangeboden. Dus die zijn een beetje gaan experimenteren met taarten maken. Met dingetjes die wij al hadden. Om dat zelf te gaan bakken en te maken. En allerlei variaties te gaan verzinnen. En gaandeweg zijn ze daar nog steeds zelf ook heel vrij in om met nieuwe ideeën te komen. Nieuwe ideeën uit te werken, nieuwe producten te bestellen, daar weer mee aan de gang te gaan. Dus het zorgt wel voor een lekkere, variërende job eigenlijk. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En het ruikt er altijd goed. Vers gebakken appeltaart en zo en dat Dankjewel. Soort dingen. Ja, ja leuk hoor. Nou ja, dat is een stukje beleving ook. Hey, je zei net ook over die, het leveren aan de ondernemers. Doe je die taart ook leveren aan de ondernemers? Dat is echt puur schenkerij. En wat er in het pand gebeurt is echt puur kopje koffie, verkoop van de bonen. Mijn compagnon, alle twee en eigenlijk ook wel alle drie zijn natuurlijk ook mee bezig om dat uit te rollen naar bedrijven. Ja. En dan hebben we het over het totaalpakket met machine, met koffiebonen, met trainingen, met kopjes, met alles erop en eraan. Ja. En daar zit natuurlijk ook heel veel tijd en service in natuurlijk. Hoe zorgen dat dat goed gestroomlijnd loopt? Want die vraag zal heel groeiende zijn. Ja, dat is mijn compagnon gewoon fulltime mee bezig. Jullie hebben echt gewoon alle drie je eigen taken. We hebben alle drie onze eigen taken. Jij staat in de winkel. Taken. Ja, ja. Ik regel de winkel met alles wat erbij komt kijken en zij daarbuiten. En dan hebben jullie één keer in de maand of één keer in de week? Wij zitten wekelijks wel met wekelijks, elkaar. Wekelijks, ja. En dan bespreken jullie die dingen? Of hoe dan bespreken we alles met elkaar. Dus dan delen we eigenlijk wel onze hele week onze plannen voor de aankomende periodes. En dat werkt ook wel heel goed natuurlijk. En dat is wel een beetje natuurlijk de vraag van waar je net het begin mee kwam. Dat je af en toe wel eens een soort van stoeiingspartner mist. Ja. Daar kunnen we lekker gewoon mee stoeien bepaalde dingen zien. Heb je wat aan elkaar, hè? Bepaalde vraagstukken waar je dan mee zit of bent tegengekomen of gevraagd hebt gekregen door iemand die in de winkel bezocht. Precies. Die kunnen jullie dan met elkaar aan elkaar voorleggen. Ja. Ja, want... Excuus. Hoe gaan jullie eigenlijk om met je hebt een webshop, je hebt een website, je hebt een winkel, de stenenwinkel dan. Dus het heeft allemaal alles met mensen te maken. En mensen bij Nederlanders hebben allemaal een mening. En die wordt steeds vaker gewoon flink geventileerd. Dat maakt Absoluut. Allemaal niet uit. Waarschijnlijk ook wel bij jullie. Maar hoe gaan jullie daarmee om met die feedback of met klachten? Ja, daar moet je altijd gewoon heel goed mee omgaan. Ja. En ook wel heel secuur. Nooit direct je eigen mening Laat je overroelen. Het altijd even, als je het leest, online bijvoorbeeld, laat je dan even een uurtje liggen en dan ga je erover nadenken? Of ben je dan gelijk aan het reageren? Of wat is de protocol daarin? Ja, als je een negatieve feedback krijgt bijvoorbeeld. Ja, klopt inderdaad. Dan ga je met elkaar eventjes in gesprek geven. Kijken van wat is er daadwerkelijk gebeurd? Hoe is dat tot stand gekomen? Dus je luistert in eerste instantie. En daarna ga je wel bij jezelf raden van hoe kunnen we dat weer verbeteren? Nou ja, daar kan je dan heel open in zijn van sorry, het is helaas zo gelopen. We zouden het de volgende keer willen verbeteren. Dus sta je ervoor open om daarin mee te gaan. Nou ja, iets dergelijks als dat. Mm-hmm. Ja. En hoe hebben jullie dat afgesproken met personeel? Als daar een Precies klant op die manier. Komt van... Ja, als er iets niet goed is, meteen nieuw van de zaak. Alles goed geregeld. Service is het belangrijkste... naast de kwaliteit wat wij te bieden hebben. Dus dat moet perfect zijn. Ja, dus er is wel een bepaald niveau wat jullie willen blijven hanteren. Ja, maar ik denk dat het ook wel gewoon... Het is weer het niveau, maar het is ook wel menselijk. En waar wij voor staan, dat je iemand komt naar jou toe. Hè? Dus iemand precies. komt eigenlijk met geld naar je toe. Ja.
Dus daar mag je zeker wel wat voor doen. En je mag, en uiteindelijk iedereen bij ons, hè, daarvoor zijn ze ook wel echt aangenomen. Iedereen wordt er heel blij van om een ander blij te maken. Ja, ja, je bent in de horeca omdat je het leuk vindt om in contact te zijn met mensen. En ze een mooi moment van de dag te geven. Ja. Exact, ja. En ook al komen ze 2 minuten, ook al komen ze 5 minuten, ook al komen ze een uur. Ja, iedereen moet blij de deur uitgaan. Ja, dat is wel. En wat is nu zeg maar een, als ik het zo mag zeggen, een hardloper in de zaak? Wat doet het goed? Wat koffie betreft? Want qua geschonken koffie bedoel je of qua bonen? Nee, qua geschonken koffie. Qua geschonken koffie is cappuccino echt wel het meest wat gedronken wordt. Ja, steeds. Ook daar. Absoluut. ook in horen. Het is echt cappuccino en daarna echt wel koffie. Ja. Ja. En qua bonen? Qua bonen toch wel onze blend. Dat is ook dan de koffie die we gebruiken. Ook voor de koffie die jij dan wel eens drinkt. Ja, ja. Dat is onze huisblend ook wel geworden. Dat is gewoon een hele toegankelijke, kwalitatief goede koffie. Dus een mix van 2 verschillende koffies. Nee, dus de koffie. En online, wat verkopen jullie daar verder allemaal behalve de bonen? Nou, we verkopen nu sinds kort onze proefpakketten. Dus het is eigenlijk gewoon een heel proefpakket samengesteld van het assortiment wat we hebben. Dus voor zowel zakelijke als consumentenklanten kunnen die... Zeker. Ja. En ook onze kopjes verkopen we daar. Onze koffiecapsules verkopen we. Ook. Onze koffielicoret. En dat is echt wel een hardloper geworden sinds we de evenementen doen. Het is ook gewoon een leuk cadeautje. En het is lekker voor in je koffie, naast je koffie. Het is mooi om op het aanrecht te zetten. Ja. Het is echt een hardloper geworden. Ja. Maar wordt er dan nu ook serieus opgepakt van... Hey jongens, we hebben dit bedacht omdat we het leuk vinden. Wij moeten verder gaan met upsell, met onze eigen producten. Zeker, ja. Want hoe gaan jullie daarmee om? Gaan jullie daar ook op dat moment bij elkaar zitten? Natuurlijk wat proeven. Je wilt wel natuurlijk... Ja, maar hoe bepaal je de volgende licoretten? Dat kwam uit gesprekken met Schermer in Horen. En die gesprekken kwamen uiteindelijk... Distilleerderij is dat in Horen? Ja, exact. Van kunnen jullie met onze koffie misschien een koffielikeur of een koffielicoret maken? Ja. Ik wist niet dat een licoret voorheen bestond. Ik had het over een koffielikeur. Ja. Dat heeft met je alcoholprobilage te maken. Maar die kwamen met dit concept. En daarmee met een fantastisch mooi flesje hoe dat eruit ziet. Leuk, hè? Ja. Dus zo zijn we dat gaan verkopen. Dus het is weer een onderdeel van het hele beleving van de koffie van Horen. Ja, exact. Exact. Nee, laatste vraag. Hoe ziet de toekomst van koffie van Horen eruit? Hebben jullie al een bepaald beeld waar jullie heen willen? Zeker een goed beeld. Een tipje van de sluier. Ja, je weet nooit hoe het gaat lopen, hè, wat er in de wereld verandert. Nee. En hoe de handel er allemaal uitziet. Tussendoor te zeggen van... Voorheen hadden we ook bonen uit Cuba. En Cuba, daar heb je natuurlijk nu meteen een hele ingeving bij. Sigaren en mooie stranden. En dat is natuurlijk wel meteen een heel goed verkooppraatje. Mm-hmm. Als je al vertelt aan iemand van, we hebben ook bonen uit Cuba. Weet je, ongeacht wat de smaak ervan is of dat je dat nog hebt uitgelegd. Mensen hebben al meteen wel een beeld bij Cuba. Ja. En dat is altijd heel positief. Daarom is dat ook echt een hardloper geworden. De kwaliteit van Cuba koffie is ook wel heel erg goed. Maar dat is momenteel niet meer te importeren in Europa. Vanwege wetgeving. Dus dat is ook helaas tijdelijk misschien gestopt. Mm-hmm. Daarvoor hebben we dan weer nu de Dominicaanse Republiek. Wat er redelijk op lijkt. En ook weer nieuwe koffie in ons assortiment is. Maar zo weet je nooit hoe het allemaal gaat lopen. Nee, dus daarin... maken we heel veel plannen en hebben we ook heel veel dromen en onze visie. Die gaat tot verder dan 10 jaar. Maar je weet nooit hoe het loopt. Nee. Op de korte termijn zijn we nu afgelopen week een nieuwe loods ingegaan. Okay. Waarbij we een grotere meer loods, opslag of... hebben. Ja, een grote loods waarbij de koffiekar ook binnengezet kan worden. Eventueel nog 1 kan erbij. Dat is dus ook wel wat we willen op de kortere termijn. En daarnaast houden we onze ogen en oren open voor andere steden om het concept uit te rollen. Als zijnde de beleving op, in zijn Alkmaar, totaliteit. Haarlem, als koffiewinkel. Exact. Ja. Met weer het hele concept van wat we in Horen hebben natuurlijk. Ja. Wat zou de eerste
stad zijn? Door ja, dat ligt natuurlijk net aan ook van hoe lucratief het voor jezelf is. Ja. En op welke, ja, welke plekken in een stad. Hè? In Horen zitten we natuurlijk echt op een fantastische locatie. Ja. Ja, probeer het maar in een andere stad eens een keer voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus dat is ja. Maar die dromen die zijn er wel om ja, om die plannen hebben we wel om daar naartoe te gaan. En ja, die organisatie daarvoor ook gewoon goed neer te zetten. Dat op het moment dat het komt, dat je het met beide handen kan aanpakken en door kan gaan. Ja, leuk. Ja, zeker. Ja, mooie plannen. Absoluut. Hey, ja, dankjewel voor dat je mijn gast bent geweest en voor jouw pizza. Graag gedaan. Ja, geweldig, ja, ik hoop dat jullie hem allemaal lekker vonden. Ja, dankjewel. En jij bedankt dat ik hier mocht zijn, hier ja, natuurlijk, in de tuin. Bedankt voor mooie je verhaal. Mooie middag. Hartstikke goed. Ik ga me even richten naar de kijkers. Bedankt voor het kijken. Mochten jullie nu vragen hebben, laat het weten in een reactie op YouTube. Dan neem je de vragen mee. Voor nu een mooie avond. Hetzelfde, dankjewel.